Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Zoeterwoude blikten de vier fractievoorzitters terug op de afgelopen verkiezingen. Zelfverzekerd roepen alle partijen zichzelf uit tot winnaar. We zijn de enigen die echt gegroeid zijn, zowel in stemmen als in percentage en uiteindelijk natuurlijk in een extra zetel. Dus ja, we voelen ons zeker winnaar. Wij hebben ook gewonnen. Hè? We hebben de twee zetels die we hadden, die hebben we gehouden. Dus wat dat betreft ben je dan een winnaar. Hè? Ik heb in die zin eigenlijk gewonnen. Ik ben heel erg blij met die zetel. Omdat de ouderen toch hebben laten merken aan me van... We vinden het fijn dat de oudere partij er is. En dat hebben ze me ook persoonlijk laten weten. Ja, uiteraard. We hebben allemaal gewonnen. Nee, maar dit, wat ik zeg, wat ik ook in mijn verhaal zei. Natuurlijk zijn we trots en tevreden. 1700 stemmen is natuurlijk helemaal niet niks. Dat is toch een behoorlijke verantwoordelijkheid op onze schouders. Maar ja, een zetel minder is toch jammer. We hadden liever met 6 zetels en een fractie van 6 mensen gehad. De grootste partij Progressief Zoeterwoude is gestart met de onderhandelingen voor de te vormen coalitie. Met de VVD? Dat is een optie. Het zal moeten blijken met welke partij we tot overeenstemming kunnen komen. Dus, maar ja, je hoopt natuurlijk wel aan te kunnen schuiven in de coalitie. CDA ook? Dat is de grote vraag, hè, nog steeds. Ja, we hebben wel een kandidaat. We weten inmiddels wel dat SBZ een standpunt heeft ingenomen en kiest voor oppositie. Van der Poel verwacht binnen een paar weken bekend te kunnen maken hoe de coalitie er de komende jaren in Zoeterwoude uitziet.